Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag wentelteefjes maken en dat kun je maken met oud brood. Oud brood hoef je helemaal niet weg te gooien. Dat kun je ook nog heel lekker eten. Maar natuurlijk niet als het beschimmeld is, zoals dit brood. Dat moet je gewoon weggooien. Maar dit brood is een beetje droog geworden, maar dat kun je nog prima eten. Ik heb hier 4 boterhammen. Je kunt het met bruin brood doen, met wit brood, allemaal goed. Goed, ik heb hier een bord en een glas melk. Het glas melk doe ik in het bord. 2 eieren, een bruine en een witte, die gaan er ook in. Dan ga ik kloppen met een vork. Voorzichtig. Goed. Ik ga hier nog kaneel bij doen. 1,5 theelepel. Dat is 1,5. 1. En ook wat suiker. In het recept staat 2 lepels. Je kunt er ook 1 in doen. Dat is ook goed. Ik doe 2. 2 eetlepels. Weer kloppen. Goed. Ik snij de boterhammen door het midden. Zo. In de melk, het ei, de kaneel, de suiker. Zo. En dan gaan we het bakken in de koekenpan. Boter in de pan. De spatel. Even de boter warm laten worden. En de wentelteefjes erin. Bakken de wentelteefjes even bruin.
en smakelijk eten.